Pranker is moe na het luide feest. Hij vertrekt nadat hij een cadeautje heeft gepakt. Harley Quinn is niet onder de indruk. Ze wil weten wie haar concurrentie is. Ze neemt te veel van Prankers aandacht in beslag. Laten we gedag gaan zeggen. Hi. Een stevige handdruk is Harley's handelsmerk. Ha, ze heeft haar rivaal weggejaagd. Pranker is van Harley en van niemand anders. Hij vindt dit leuk. Twee meisjes die om hem vechten? Te gek! Het is net iets uit een film. En Pranker vindt het geweldig. Maar het is maar een droom, voor nu. Harley en Pranker moeten hun make-up doen voordat ze hun volgende overval kunnen plegen. Harley gaat Pranker helpen zijn gezicht op te knappen. Ze weet precies wat hij nodig heeft. Maar er is meer aan de hand. Dit wordt de grappigste overval ooit. Harley heeft haar best gedaan. Hé jongens, het feest is voorbij. Ik neem dit wel. Oeps, die is een lief poesje. Wil je huisdieren poesje? Pranker is nog steeds boos op Harley. Over een ongemakkelijke stilte gesproken. Baseball kan de meiden helpen het goed te maken. Een sms van Pranker zou moeten werken. No, please. Kom op Harley, speel mee. Waarom niet? Opwinden, werpen en uitslaan. En wat nu? Oef. Dit kan leiden tot een nog groter gevecht. Laten we eens kijken hoe het gaat. De bal maakt een lus rond Mars en komt terug bij zijn eigenaar. Harley wint. Jaloezie kan mensen een beetje gek maken. Maar Harley is hier niet eens mee begonnen. Wow, ze heeft iets gevonden. Dit moet de make-up tas van het nieuwe meisje zijn. Goed durft ze. Oeps, tijd om te rennen. Wat doet Pranker als hij alleen is? Wat verbergt hij? We moeten zijn privacy niet schenden. Nu weten we tenminste dat dit zijn make-up is. Maar dat zijn zaken. Wow. Die duivelse nieuwe meid heeft Harley's keuken overgenomen. Harley moet haar een lesje leren. Een lesje scheikunde. Dit wordt een bom. Ze gebruikt het recept van haar grootmoeder. Wow. Het gaat allemaal om het geheime ingrediënt. Maar wiens gerecht zal Pranker kiezen? Wat is jouw keuze? Laat ons weten in de reacties. Pranker kiest Harley's gerecht. Haar kookkunst is vuur. Maar het smaakt een beetje vreemd. Een snufje vergif zal helpen. Molly is geschrokken. Harley wordt gek. Ze stelt Pranker. Wie is die mafkees met die verrekijker? Pranker heeft iets speciaals besteld voor zijn afspraakje. Harley wil hetzelfde. Deze ober gaat een slechte dag hebben. Het is zijn eerste dienst ooit. Harley zal hem helpen. Ze zullen de smaak van verraad nooit vergeten. De ober heeft alles door elkaar gegooid. De explosieve worst ging direct terug naar zijn eigenaar. Harley kreeg haar eigen verrassing. Pech. Harley droomt zelfs over de mogelijkheid dat Pranker zich met iemand anders vestigt. Gaat hij echt uit met een jongere, gekkere crimineel? Wat een vreselijke droom. Ze zweette door haar pyjama heen. Hoe kon Pranker dat Harley aandoen? En wat dan nog als het een droom was? Ze is boos. Pranker heeft Harley mee uitgevraagd om het goed te maken. Maar hij blijft naar zijn telefoon kijken. Hij is niet eens hier. Wie sms't hij? Harley heeft een verdachte in gedachten. Ze moet het voor zichzelf bevestigen terwijl hij frisdrank bestelt. Ze gaat zijn sms'jes lezen. Oeps, wachtwoord. Oh, het is gewoon Hardy's naam. Nee, hij heeft het veranderd. Dat zal ze niet vergeven. Ze gooit de telefoon kapot. Een beetje tape zal helpen, toch? Pranker zal het niet eens merken. Of toch wel. Nu is het te laat. Oeps. De vreemdeling heeft Prankers telefoon kapot gemaakt. Hij zal hier niet mee wegkomen. Hij zal moeten boeten voor zijn onhandigheid door een nieuwe telefoon voor Pranker te kopen. Een slechte reputatie hebben kan goed zijn. Dateavond is het beste. Maar waarom moet hij haar meenemen? Hardy wil alleen Molly versieren. Of haar krabben met haar knuppel. Hardy haat Molly. Punt uit. Hoe vind je dat, hè? Dat zal je leren om mijn vriendje te stelen. Oeps. Slechte timing, Pranker. Hardy blijft zichzelf voor de gek houden. Terwijl Pranker en zijn nieuwe vriendin van het mooie weer genieten, zit Hardy verdrietig alleen thuis. Pranker sms't haar niet terug. Hoe durft hij? Hij wil niet afgeleid worden. Maar Hardy laat hem niet met rust. Ze is volhardend. Het is Prankers eigen schuld dat hij haar aan het lijntje houdt. Nu zal hij moeten kiezen. Arme Hardy is gek aan het worden. Ze is vastbesloten deze date te verpesten. Pranker negeert haar nog steeds. Rotzooien met een meisje als Hardy is een slecht idee. Ze zal hem hoe dan ook krijgen. Hij zal naar huis moeten gaan. Bye. Hardy heeft per ongeluk een cadeautje gevonden. Het moet van Pranker zijn om het goed te maken voor wat hij heeft gedaan. Wat zit erin? Wacht, wat als het niet eens voor haar is, maar voor zijn nieuwe vriendin? Zij zou ook een cadeautje moeten krijgen. Wow, een cadeau! Hardy ging een beetje te ver. Wat moet ze nu doen? Nee, niet openmaken. Nou, Hardy's verrassing was zeker explosief. TV kijken is een geweldig tijdsbedrijf. Maar Prankers nieuwe vriendin houdt er niet van. Ze moet van iets anders houden. Niet van explosies. Terwijl Hardy haar make-up doet om er leuk uit te zien voor Pranker, is hij weer uit met Molly. Dat is te veel. Hardy moet ze allebei terug op hun plaats zetten. Ze stalkt als een leeuw met haar prooi. Ze staat aan de top van de voedselketen. Ze kan maar beter opschieten. Kun jij Hardy vertellen door welke deur Pranker ging? Reageer hieronder. En ze zal alles vernietigen wat ze achter die deur vindt. Goedenavond, Mammy is thuis. Waar is iedereen? Wat? Ze is gewoon een fan van Hardy's. Pranker hielp haar gewoon een make-over te geven. Nu kunnen deze drie samen een ravage aanrichten. Met welke superheld of schurk zou jij het weekend willen doorbrengen? Kylie is gek op superhelden. Meer dan wat dan ook wenst ze dat een van deze knappe helden haar vriendje zou zijn. Dus Kylie test haar geluk en schrijft naar elke held die ze kent. Maar na een tijdje antwoordt er niet één. Maar dan, één van hen schreef terug. Raad eens welke? Superguy zelf! Wauw! Kylie kan deze kans niet laten lopen. Dus begint ze zich klaar te maken voor een date. Maar Kylie realiseerde zich niet hoe populair Superguy echt is. Hij is bedekt met fans. De competitie loopt op. En hij gedraagt zich niet als een superheld. Waarom vraag je mee naar de film en ga je dan met andere meisjes? Haar hart is gebroken. Kylie zal niet toelaten dat een jongen haar zo behandelt. Geen superhelden meer toegelaten. Kylie is een bioscoopbewaker. Kylie weet alles over superhelden. En haar voor de gek houden zal niet makkelijk zijn. Zelfs als een superheld een masker draagt, kan ze hem meteen ontmaskeren. Laten we eens kijken hoe hij omgaat met deze superpikante popcorn. Ha, Te pittig, toch? Nee, het kan hem niet schelen. Zijn maag genas in een paar seconden. Hij moet genezelijke krachten hebben. Deadpool, doe niet alsof. Kylie weet dat jij het bent. Kom op, maak dat je wegkomt. Hebben superhelden een kans om langs Kylie te komen? Nee, ze is een echte pro. Ze kent al hun zwakheden. Wat is er, Poesje? Wil je wat vis? Wil je spelen? Poesje, wil je spelen? Volg het licht, recht uit het theater. Strange Man is een van de coolste superhelden. Hij gebruikt zijn magie om uit lastige situaties te komen. En slechteriken hebben geen schijn van kans tegen hem. Hij is zo creatief dat hij het verbod kan omzeilen op superhelden in de bioscoop. Hij heeft niet eens een kaartje nodig. Hij kan zijn portalen gebruiken om te komen waar hij wil. Kylie kan hem gewoon niet uit het theater schoppen. Hij is te stiekem. Kylie zit vast aan de andere kant van het scherm. Kylie, kin omhoog. Je bent op het grote scherm. Wat is er aan de hand in de cafetaria? Een feestje? Er zijn tenminste geen superhelden in de buurt. Dus Kylie is niet bezorgd. Oh, deze gast is een slechte verliezer. Hij kan ook niet goed mikken. Wacht 1 minuutje. Wat is zijn probleem? Oh, natuurlijk. Het is Thunderboy zelf. Wat had je dan verwacht? Je moet het opnemen tegen een god. Kylie, code rood. Wat? Het maakt niet uit hoe cool een superheld is. Hij kan niet in de bioscoop blijven. Wat is dit? Thunderboy is zijn hamer vergeten. Is Kylie het waard? Ondertussen kwam Thunderboy thuis en vergat alles over de bioscoop. Toen moest hij een spijker erin slaan. Dus hij heeft zijn hamer nodig. Kylie, kijk uit! Thunderboy verwachtte geen gasten. Het is makkelijk om deze kerel te herkennen. Het is Pranker. Hij kan iedereen bedriegen. Zelfs Kylie. Deze keer doet hij zich voor als een deur-tot-deur verkoper. Kylie is plots bezig met make-up uitkiezen. Dat was gemakkelijk. Kylie was 1 seconde afgeleid en de man verdween. Maar Kylie heeft door dat er iets niet pluis is. Die verkoper leek op Pranker. Oh, ik zal je hier spijt van laten krijgen. Jij clown. Laat eens zien hoe waterproef je make-up is. De grap is voorbij, Pranker. Kylie heeft hem een lesje geleerd en eindigt er bovenop. Want zijn hele koffer met make-up is nu van haar. Hey, Pranker kent zijn make-up. Kylie is altijd op haar hoede. Als iemand het haalt naar het theater, zal ze hen de film niet laten afmaken. Ze zou alles doen om een superheld te vangen. Een jeukende rug, klassiek. Hier is een man die deze situatie zeker niet zal negeren. Klauwman. Hij moet de hele tijd zijn klauwen scherpen. En hij wordt er natuurlijk meteen uitgeschopt. Kylie moet haar shirt opofferen en haar trots. Er is een file in het theater. Kylie krijgt gewoon een beetje aandacht. Niets bijzonders. Kan je niet wachten? Niet iedereen houdt van wachten in de rij. En zeker meneer Stretch niet. Deze kerel is zo flexibel, maar niet echt slim. Hij ontmaskert zichzelf als een superheld. Dus hij moet vertrekken. Het enige wat hij nu kan doen is proberen te kalmeren met enkele ingewikkelde yoga-houdingen. Kylie is zo overstuur? Waarom houden er geen superhelden van haar? Wat is dit? Heeft Spider-Boy net naar haar geknipoogd? Kylie zou graag verstrikt raken in zijn web. Is dit een teken? Ze moet naar het theater gluren. Is Spider-Boy met haar aan het flirten? Yes! Kylie is zeker haar verstand aan het verliezen. Superhelden blijven haar hart maar breken. Maar hoe kan ze hen weerstaan? Superhelden houden ervan om naar de film te gaan. Zelfs Ant-Boy. Dit is niet eerlijk. Als hij niet op de normale manier naar binnen kan, zal hij een paar regels moeten breken. Ant-Boy is beter dan iedereen in het naar binnen sluipen van de bioscoop. Hou gewoon een katapult en een vrijwilliger. Nu, klaar, richten en... Oeps. Hé, waar richt je op? Vertel het ons in de comments. En we zien je de volgende keer op Troom Troom Trick.